De drug Chrystal Meth wordt niet alleen in onze provincie gemaakt. Het wordt ook gebruikt en vooral op seksfeesten. Goedenavond en verder in het nieuws vandaag. Voor de een betekent de coronacrisis de ondergang, maar voor de ander economische groei. Zo verloren in Apeldoorn honderden mensen de afgelopen tijd hun baan. Maar er is hoop, er komt een nieuw distributiebedrijf. Voor deze locatie betekent dat we ongeveer 450 mensen nodig gaan hebben uiteindelijk. En weer is er een lading afval gedumpt op de Veluwe. Dit keer bij Apeldoorn. Afvalverwerkingsbedrijven roepen mensen op het afval gewoon naar de stort te brengen. Je kunt afval altijd kwijt, alleen niet in de natuur. Dit is de drug Chrystal Meth. Gelderland komt de laatste tijd vaak in het nieuws als provincie waar dat spul gemaakt wordt. 3 weken geleden werd een lab in Drenthe opgerold. Deze week nog eentje in een vrachtwagen langs de snelweg. Het meeste dat in de provincie gemaakt wordt, gaat naar het buitenland. Maar Chrystal Meth wordt ook hier gebruikt. En vooral op seksfeesten. Regelmatig ontvangt relatietherapeut Jeremy Hessof uit Schaarsbergen mannen die zijn vastgelopen. Dat zijn meestal mannen alleen, die toch op een bepaald moment in hun leven tegen dingen aanlopen van hey, ik trek het niet meer. Drugs heeft een te belangrijke rol in mijn leven gekregen. Of ik ben echt depressief, ik kan van weinig dingen genieten. Dat kan echt wel grote problemen met zich meebrengen. Dit zijn vaak homoseksuele mannen die meerdere harddrugs gebruiken, zoals bijvoorbeeld Chrystal Meth. Chrystal Meth zorgt ervoor dat je ook een euforisch gevoel krijgt. Dus je hebt het idee, hey, iedereen is mijn vriend. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Het is een enorme piek die je heel snel bereikt en waar je dan vervolgens wel heel lang last van kunt hebben. De drug wordt vooral gebruikt op seksfeesten, die vaak een heel weekend doorgaan. Iris Zorg heeft sinds 3 jaar een behandelprogramma voor deze moeilijk te bereiken doelgroep. Het is ook een wereld die erg verborgen is, die bij mensen thuis gebeurt. Dus het is niet aan de oppervlakte, het zit echt onder de radar. Met dating-apps, et cetera, kun je eigenlijk gewoon 24/7 kun je ergens terecht. Ja, of het meer gaat worden, dat weet ik niet, maar het is nu al wel groot in Arnhem en Nijmegen omstreken. Met alle risico's van dien. Want het snuiven, roken of spuiten van deze drugs is erg gevaarlijk, zegt ook deze deskundige. Ja, Chrystal Meth is echt een extreem verslavende stof. In die zin doet het niet onder voor andere extreem verslavende stoffen, zoals bijvoorbeeld heroïne. En is het ook echt ontzettend lastig om daar af te komen. En heeft het hele grote gezondheidsrisico's. En eenmaal fysiek en mentaal verslaafd is het erg moeilijk er vanaf te komen. We hebben geen medicatie daarvoor die je kan ondersteunen. Wat we wel hebben zijn goede psychologische behandelingen. Dat wordt eigenlijk ook het meeste ingezet om deze mensen weer van hun verslaving af te helpen. Bovendien is er nog wel wat winst te behalen bij huisartsen, denkt Nijssen. Het zou fijn zijn als we met een aantal instellingen, want ik weet van de Radboud zijn ze ook, bedienen ze ook deze doelgroep. Dus dat we met elkaar voorlichting zouden kunnen geven aan huisartsen. Hoe signaleer je nou deze doelgroep? Mijn ervaring is als mannen ook bereid zijn om ook de nadelen ervan in te gaan zien, dat ze dan op een gegeven moment zeggen van hé, dat is gewoon niet goed voor me. Maar dat is wel een proces. Opnieuw is er een lading afval gedumpt in de Veluwse natuur. Eerder deze week was er al sprake van een afvaldumping in de bossen tussen Uggelen en Hoenderloo. Dit keer was er gedumpt bij Loenen langs de A50. De gemeente is er maar druk mee. Het kost uren om het afval weg te halen en netjes naar de stort te brengen. Van radiator tot wc-pot, het is allemaal zomaar in de natuur gegooid. Een oorzaak van de afvaldumpingen zou kunnen zijn dat de wachttijden bij de afvalbrengstations oplopen. Zoals hier in Apeldoorn. Meneer, hoe lang staat u al hier in de rij? Even kijken, iets meer dan een uur. Iets meer dan een uur. Wat vindt u daarvan? Ja, het is belachelijk, maar ik heb gehoord dat het al weken zo gaat. We hebben veel vuil en we dachten laten we dat maar eens nu weg gaan brengen. En toen was het even wachten. Volgens de afvalverwerker wordt er inderdaad veel meer afval gebracht. Op onze recyclepleinen, zoals wij ze dan noemen, is het veel drukker dan voor corona. En ja, veel meer mensen, 20-30% meer mensen, ongeveer, grove schatting. En de mensen die komen, die brengen ook meer afval. En dus lopen de wachttijden wel wat op. Maar of dat een reden is om dan alles zomaar in de natuur te dumpen? Ja, dat is schandalig, dat kan niet. En dat is nergens voor nodig. We hebben in Nederland een hele goede structuur met inzamelpunten, afvalbrengpunten. Je kunt altijd afval kwijt, altijd. Alleen niet in de natuur. Ja, dankzij een oplettende getuige die het kenteken noteerde, is degene die het afval gedumpt heeft opgespoord. De man kan een boete verwachten en moet ook de opruimkosten betalen. Honderden mensen zijn de afgelopen maanden zonder werk komen te zitten in de gemeente Apeldoorn. En dan zijn de aantallen van mei nog niet meegerekend. Een groot aantal van hen is zijn of haar baan verloren door de coronacrisis. Het virus deelt klappen uit, maar het biedt ook kansen. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan. Want voor heel veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. Maar dat geldt niet voor online supermarkt Picnic. Het bedrijf is de laatste jaren hard gegroeid en de coronacrisis doet nog een duit in het zakje. Hier in Apeldoorn komt daarom een spliksplinter nieuw distributiecentrum. Ja, we hebben hier een pand van 20.000 vierkante meter. Dat is het grootste FC dat we tot nu toe hebben. Dus hier pikken we echt de orders voor klanten specifiek al. Het gaat dus goed met het bedrijf. Dat staat in scherp contrast met andere bedrijven in de regio, want ook in Apeldoorn loopt het aantal werklozen op als gevolg van de coronacrisis. Wij merken nu sinds het begin van de coronacrisis dat we zo'n 400 WW-uitkeringen aanvragen erbij hebben. We moeten natuurlijk nog kijken wat het structurele effect is, maar dit is wat we tot nog toe gemeten hebben. Met de komst van Picnic naar Apeldoorn zijn ook weer banen gemoeid. En dat geeft perspectief. Ja, we gaan hier dus binnenkort open en dat betekent dat we ook weer heel veel mensen nodig hebben om hier al het werk te gaan doen. En voor deze locatie betekent dat we ongeveer 450 mensen nodig gaan hebben uiteindelijk. Ik neem aan dat Picnic zo direct de werving gaat doen van de medewerkers. En ja, dan helpt het, zou ik maar eventjes zeggen, dat er wat meer voorhanden is in die arbeidsmarkt. Het gaat wel in stappen. We gaan niet meteen met zoveel mensen beginnen, maar we gaan wel vrij snel groeien al. Ja, in de eerste weken gaan er heel veel mensen bij komen hier. Zometeen, het is Nationale Balkonbeweegdag. Een initiatief van het Ouderenfonds om ouderen uit te dagen in beweging te komen. Omdat ik al die tijd geen gym heb gehad, vind ik wel leuk om nou mee te doen. Vitesse moet de rest van het voetbalseizoen gewoon de volle huur betalen van het Gelredoom. De club had een zaak aangespannen om huurverlaging te krijgen, omdat er nu niet wordt gespeeld. Maar volgens de rechter staat in het contract dat zo'n verlaging helemaal niet kan. En dan zegt Vitesse, ja, maar in dit bijzondere geval, vanwege die onvoorziene omstandigheden van de corona-uitbraak, moet daar anders over worden geoordeeld. Nou, en dat moet Vitesse als eisende partij financieel met de billen bloot. Dan moet ze goed onderbouwen wat haar omzetverlies is. En de kantonrechter oordeelt nu dat Vitesse dat onvoldoende heeft gedaan. Vitesse kan de beslissing van de rechter nog aanvechten. De A12 naar Arnhem is vanochtend urenlang dicht geweest. Een spookrijder had iemand frontaal aangereden. Het ongeluk gebeurde hier bij Maarsbergen. De aangereden persoon, een man van 19 uit Ede, heeft het niet overleefd. De spookrijder zelf raakte alleen gewond en is aangehouden. Gisteren kwam een vrouw van 66 om bij een ongeluk in Rossum. Dat gebeurde hier op de N322. Een stel botste op een vrachtwagen en vandaag is bekend geworden dat ook de man van de vrouw het niet heeft overleefd. Ze komen allebei uit Boven-Leeuwen. De voetballers van NEC mogen op vakantie. Vandaag hadden ze hun laatste trainingsdag. En voor 10 spelers was vandaag ook hun allerlaatste dag bij de club. Training achter gesloten deuren, nog altijd vanwege de coronaregels. Voor spelers met een aflopend contract is het de laatste keer bij NEC. En dat vernamen ze op een aparte manier. Ik zag jullie artikel, dus ja, zo staat het ervoor denk ik nu. Ja, dat ze ook een nieuwe aanbieding deden kwam niet echt als een verrassing, maar ik had het toch wel misschien wel opgehoopt. Voor Nijmegenaar Frank Sturing is het toch wel een melancholisch moment. Hier 13 jaar rondgelopen en dat... Ja, waarschijnlijk mijn laatste train was toch wel apart. Want ja, je hoopt natuurlijk wel op een mooi einde dat je misschien door de voordeur kan vertrekken hier, maar dat was niet het geval. Dirk Proper is volgend seizoen zeker nog NEC'er. Maar voorlopig nog geen echte vakantie voor het 18-jarige talent, want hij is druk met zijn studie psychologie. Ja, ik heb nu nog ongeveer een maand, heb ik als het goed is school. Als ik gewoon met tentamens haal, dan hoef ik geen herkansingen te doen. Dus dan heb ik zo'n maandje nog les en dan is het ook voor mij vakantie. En vakanties naar exotische oorden zitten er dit jaar ook niet in voor de voetballers. Nee, op zich is dat gewoon chill. Wie weet kunnen we nog ergens een huisje of zoiets boeken. En, ja, het is eigenlijk ook wel leuk om een keer in eigen land op vakantie te gaan. Ja, en over vakantie gesproken, kunnen we dat wel deze zomer? We vragen het ons allemaal af. In Ede kijken ze al naar het volgende skiseizoen. Of skiën tegen die tijd weer kan, is natuurlijk onzeker. Maar Skivereniging Gelderse Vallei gaat er gewoon van uit. Daar zijn ze begonnen met de trainingen om straks fit op de latten te kunnen staan. Dames en heren, welkom. Leuk, we gaan vanavond lekker aan de bak. Ik heb het hekje daar al opengezet. Dat betekent niet dat iedereen met zijn handjes aan het hekje hoeft te zetten. Er zijn mensen die zeggen midden in de zomer als wintersporters gaan trainen. Waarom nou? Nou, de basis van jullie conditie die wordt vanavond gelegd en de komende 8 weken. En sommigen van ons hebben wel nog wat corona-kilo's. Nou, die gaan er vanavond ook af. Handjes gaan uit. Lekker hoor. Doe de handen omhoog. En zo hoog mogelijk. En je blijft op die tenen. Heerlijk. Heerlijk dat we weer mogen. Nee, dat komt lekker. Gemist? Ja. Wat heeft u gemist? Nou, de beweging, maar vooral ook het gezellig met elkaar sporten en dat je weer kon lachen. Er valt niks te lachen als je thuis zit op je eentje. Goedenavond. Alles goed? Ja. Niet ziek geweest of zo, allemaal toestanden gehad? Nee? Top. Gaan we de voeten even op heup, bek en breedte zetten. Om het een beetje tot het uiterste gaan, wil je toch echt gaan merken dat het ook nut heeft. En bent u tot het uiterste gegaan? Bijna. Nog niet helemaal. Komt volgende week dan maar? Absoluut. Ja, dat gaat zeker lukken dan. Ja, deze ouderen zijn goed in beweging, maar dat doet niet iedereen. En daarom gingen vandaag de voetjes van de vloer tijdens de eerste Nationale Balkonbeweegdag. Het is een initiatief van het Ouderenfonds. Zij zeggen dat samen bewegen niet alleen goed is voor de conditie, maar ook voor sociale contacten. We hebben regels hè, en we moeten altijd afstand houden. Maar ik hoop dat het vandaag met elkaar toch een sociale gebeurtenis gaat worden. Ja. Ja. Ik zit te kijken, ik zie de eerste ouderen al aankomen lopen met de rollators. Achter u bijvoorbeeld. Nou, geweldig hè? Ja, kijk, dat is het. En die kunnen dadelijk gewoon met de armen meebewegen. Niemand minder dan oud-voetballer André van der Leij van Go Ahead en De Graafschap treedt op als ambassadeur van de eerste Nationale Balkonbeweegdag. Veel ouderen blijven niet staan op hun balkon aan het Zonneplein in Doetinchem. En go! En naar beneden! Maar komen voor de gezelligheid naar beneden. En dat is nou precies waar de dag voor bedoeld is. Omdat ik al op gym zat en al die tijd geen gym heb gehad, vind ik wel leuk om nou mee te doen. Oké, gaan we een beetje boksen. Boks maar. Kunt u het aan, al dat bewegen? Ja, we zitten al op de gym hier. Ja, zo'n poot, 9 weken stilgelegen. Ja, ik vind het wel fijn dat nu wel weer even kan. Niet alleen ouderen doen mee. In Doetinchem danst een hele schoolklas mee. Belangrijk vindt de organisatie, want zo kom je als ouderen nog eens onder de mensen. Dus dat is ook wel goed. En nu beide armen rustig omhoog. Leuk, gezellig, je ziet elkaars weer. Dat was ook een hele poos geleden, dus wat dat betreft, ja. Niet alleen Doetinchem deed mee, ook in onder meer Ruurlo, Ermelo, Harderwijk, Wageningen, Tiel en Terborg werd bewogen. Oh, ze doen het keigoed. Allemaal, hè? De kinderen en de ouderen. Geweldig om te zien. Hartstikke goed. Oké, maar nog een keer. Even zo niet uitgelopen. Een beetje gaat door. Op de hakken. En weer wat voor tenen. En we sluiten af met het weerbericht. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 7 à 8 graden. Morgen wordt het een hele zonnige dag, warm ook, maximaal 24 graden. En het wordt de komende tijd alleen maar warmer. Pinksteren ziet er goed uit. Beide dagen worden zonnig en daarna schieten de temperaturen verder omhoog naar 27 graden op dinsdag en woensdag. En dit was het Gelders Nieuws. Meer vindt u in onze app en op de site. Daar staat ook het verhaal van deze kleine zwartrijder. Het katertje had zich genesteld onder de motorkap van een auto en reed zo mee van Vragender naar Ruurlo. De bestuurder plaatste een foto op Facebook, zodat hij herenigd kan worden met zijn baasje. Meer hierover op onze site gld.nl. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.